zuiden van Holland, omdat iedereen hier altijd welkom is. In Holland heb je eigenlijk alles. Je hebt strand, je hebt bossen. Ik hou van Holland omdat je zo lekker een motor kan rijden. We love Holland! Mooie torens, mooie bloemvelden, mooie korenvelden. Mooi, mooi land. Ik hou van Holland, landje aan de Zuiderzee. Ik hou van Holland. Volgens de boreale intelligentie het meest nutteloze tijdverdrijf op de zaterdagavond. En ze hebben gelijk, maar het is wel ontzettend gezellig. Even geen gedoe over Brexit, fake news, vliegschaamte, pensioenkortingen. Daar maken we ons maandag wel weer een keer druk over. Vanavond storten we ons op onschuldige spelletjes. Er mag gewoon gelachen worden hier. En we gillen lekker mee met de heerlijkste hits, vertolkt door de I Love Holland Band, onder leiding van Ronald Kool. Twee teams van jonge en iets minder jonge BN'ers. En zij worden bijgestaan door mijn weekendhunks, Guus Meeuwis en Jeroen van Koningsbrugge. Ja. Toch leuk, hè? Leuk. Je hunk, ja. Dat je nog een hunk genoemd wordt. Nou, 15 seizoenen is wel een keer leuk om te horen. Ja. Ik begin bij jou, Guus, want wie heb jij in de gelederen vanavond? Nou, dat is niet zomaar iets. Nee, zeker niet. Nee. Nou, zie het. Naast mij, ik denk dat ze thuis erg trots zijn en deze foto gaan we ook nog een keer maken. groot geworden op YouTube, daarna veel succes als zangeres. Ik doe ook actrice in een kort film, heb ik gehoord. Je gaat vee zijn in, ja. In het Ziggo Dome, in ja. De kerstshow ook nog. Oh, wat leuk. Kijk je, ja. Kijk je dan uit? Ja, zeker. Oh, gelukkig. Veel zin in. Goed zo. Ja. Nou ja, we kunnen even concluderen. 20 jaar oud pas doet alles op de eigen, onnavolgbare, eigenwijze wijze. En dat gaat ze vanavond ook doen. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Dames en heren, Femke Louise. Nou, heb ik iets langer nodig, want ik weet eigenlijk niet wie naast mij staat. Ik zal me even netjes voorstellen. Hoi. Hoi. Leo Alkemade. Hallo, Leo Alkemade. Mijn naam is Guus Meeuwis. Ja. Jij bent acteur. Klopt. En je doet ook tv-presentatoren en zo. Ja, dinges. Ja, ik presentator. En liedjes schrijf je ook, heb ik gehoord. Onder andere. En ik heb gehoord dat je ontzettend hard kan fietsen. Want ik zat vanochtend nog achter jouw kont. Ja. Dat is echt waar. Ja, maar vanochtend... man, jullie zijn fietsen, hartsvrienden ongeveer. Dat weet ik toch ook. Maar ja, hoe vertel je dat dan aan de mensen? Ik ken elkaar al jaren gewoon. Ja, nou ja. Wat wel leuk is om te weten. Hij zit ook bij SBS6 en dan maakt hij een nieuw programma. En ja. Dat heet... Echt waar. Ja. Echt waar. En dat is dus eigenlijk straks alweer. Dat is wel leuk. Dus jij moet zo meteen een deurtje verder? Ik ga zo hier naar buiten, rechtsom. En dan zit ik daar achter in de studio. En dan gaan we gewoon lekker door. Wat nou, leuk. Een hele avond Leo Alkemade, dames en heren. Ja! En hier. Yes. Vroeger had hij natuurlijk Remo Slater, had hij dat typetje waar iedereen heel graag bij op visite kwam. Ja, daar ben ik ook wel geweest. Het was allemaal heel goed voor je zelfvertrouwen ook, want dat was zij aardig. Nog steeds is er waarschijnlijk. Maar even, wij hebben heel lang geleden bij een goed doel, hebben voor zo'n uitzending hebben wij samen gezongen. Dat is waar, ja. En het viel mij op dat toen je samen met mij gezongen had, dat je sindsdien echt veel meer bent gaan zingen. Ja. Want je gaat in de musical spelen, Hello Dolly. Hello Dolly ga je hebt gaan. It Takes Two gedaan. Klopt. En je gaat zelfs Maestro doen? Ja, ga ik doen, Maestro. Ja, ga ik binnenkort doen. Dus sinds ik met jou heb mogen zingen... Dat is het enige dacht ik, als ik naast Guus kan zingen, kan ik alles. Dus, dat is het enige wat ik wou horen. Ja, precies. Ja, dat ging ook beter dan Guus. Dus ik dacht, ja, dat makkelijk zal. Dames en heren, groot applaus, Jung Rijman. Dank je wel. Kort, bondig, to the point. Heerlijk, ben er dol op. Indrukwekkend team. Wat zet jij daar tegenover, Jeroen? Nou ja, ik ga maar meteen hier beginnen. Acteur, musicals, 100.000 musicals heb je gedaan. Je bent nu vier, op dit moment... Ja. Ja, maar dat is veel meer dan ik. Okay. Dus dat zeg ik altijd heel veel. Je bent nu aan het dansen met Suzanne Visser. Dance and Dance, ja. Ja, zeker. Hoe is dat? Vermoeiend, ja? Maar heel erg leuk. Maar Suzanne is toch heel leuk? Ja, heel leuk. Oh, en ook je bedoelt vermoeiend. Gewoon het dansen? Nee, het dansen is vermoeiend. Nee, Suzanne is heel leuk. Ja, maar je hebt heel veel verschillende dingen gedaan. Wat is er nog iets waarvan je denkt, dat lijkt me nou het allerleukste om te doen? Ik moet zeggen dat ik volgens mij film, televisie wel het leukste vind, ja.
Waar zitten we nu op? Televisie. Ja, dus, ja, je weet alles van sport. Ja, zeker. Van muziek. Alles. Eigenlijk alles weet hij. Ik weet gewoon alles. Het is even je troef vanavond. Ja, dat is mijn troef, want de rest weet niet. Dus gooi je alles op jou. Dus dames en heren, Thomas, kom maar. Ja, wij kennen elkaar al 100 jaar. Dat is bizar. Vanochtend zat ik nog 18 op de fiets. Precies. Ja. De kont inderdaad. Bizar, echt. Ja. Hij kan fietsen, ik niet. Ik zat achterop. Maar het was bam, bam, bam. Ja, acteur, rapper, schrijver. Zijn er dingen die jij vanavond heel goed zou kunnen? Antwoorden op vragen. Kijk. Snap je, Guus? Hebben we bij jullie niet zien? Nee, dat is waar. Nee. Ik ga daar nog een keer vragen. Dus ik geef jou extra, als hij het niet weet, bam, meteen naar jou door. Bam, ja? Dat doen we. Yes. Dames en heren, Akwasi! Ja. Deze vrouw heb ik nog nooit ontmoet. Nee. Dus ik vind het heel leuk dat je er bent. Ja, de andere helft. Ja, de andere helft. Ja, precies. Het is inderdaad wel... Hoeveel is dat? 38 kilo. 38 kilo. De af, hè? Ja, de niet af. De af. Nee. Ja, wel de af. Zoveel weeg je nu niet. Nee, precies. Dat even voor de mensen thuis. Ze weegt 38 kilo. Dat is de af. presentatrice, zangeres. Je hebt zoveel ontzettend veel dingen gedaan. En, ik kijk even rond. Ik hoorde dat Luf weer samenkomt. Oh, ik heb het niet gehoord. Heb je niet gehoord? Nee. Maar ik ga in elk geval theater in. Ik heb een heel leuk nieuw televisieprogramma. Ja. En dat heet Zo goed als nieuw. Heel toepasselijk. Zo goed als nieuw? Ja, is op de woensdagavond. Klopt ook. Hartstikke leuk. Verrassingen van de oude dingen die door vaklui worden gerestaureerd. Hartstikke leuk. Oh, ja. En dus ik laat de oude dingen achter me. Achter me. En door met het nieuwe. Ja. Zullen we dan gewoon deze ronde ook gewoon winnen? Ja, maar keihard. Ja, dat bedoel ik. Dames en heren, Patty Bart! Ik moet even kwijt waar we voor spelen, want dat is mijn partij geweldig. Vanavond gaat het hele winnende vak naar huis met een kruimelzuiger. Heel aerodynamisch apparaat. Dat wil je toch? Dat wil je. Hij is oplaadbaar. En je mag er nog gewoon mee op het fietspad zonder helm, dus hij is echt ideaal. Oh. Ook als je gewoon in bed een zak chips wil eten, dan leg je hem daarnaast. Het is echt hartstikke handig. We beginnen met geen ja, geen nee, geen De captains die wijzen iemand uit hun team aan die het gaat spelen. 90 seconden lang. Je begint met 5 punten op de teller. En elke ja, nee of kost 2 punten. En bij 3 fouten ben je dus af. Gebeurt veel mensen overigens. En een stilte die langer duurt dan 2 seconden mag ook niet. Want ook dan gaan de punten eraf. En Guus, jij mag zeggen welk teamlid je op de kruk gaat zetten. Femke. Oh. Femke. Ja. Kom er maar bij. Ga maar lekker zitten. Nou, we gaan. Zie je er mooi uit. Ja. Wat een goed pak. Ja, jij ziet er ook supergoed uit. Nou. Vind je het eng, dit? Nee, want we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Zo is het, precies. En als het niet lukt, lukt het niet. Okay. Voor jou schelen, joh. Ja. We gaan gewoon gezellig kletsen. 90 seconden. We doen het licht uit, we doen de spot aan. En de tijd loopt nu. Je schrijft Famke, maar je zegt Femke. Klopt. Waarom is dat? Omdat... Dat is! Oké, volgende vraag. Laat deze maar zitten. Je schijnt een enorme fan van Temptation Island te zijn. Klopt. Wat vind je zo leuk in dat programma? Alles. Maar het gaat heel vaak mis met die stellen, toch? Klopt. Vind je niet zielig? Meestal. Meestal. En zou je zelf aan het programma mee willen doen? Als je een relatie had? Totaal niet. Heb je momenteel een relatie? Is er iemand in je leven? Een leuk, speciaal iemand? Op dit moment niet. Ze moest er even over nadenken. Ja, het is vorig jaar heb je een aantal filmpjes van je YouTube-kanaal afgegooid. Waarom was dat? Omdat ik het stom vond. Ah! Oh, wat erg. Ik moet je met 0 punten. Oh. Ja, joh. Helaas. Oh. Goed, nou. Dankjewel. Dit was moeilijk. Ja. Nou, sorry. Maakt helemaal niet uit. Wie van de 3? Akwasi. Ja, vind ik leuk. Kom op, hè. Je kan het. Je kan het. Rustig. Kom maar bij tante Linda. Je hebt hier nog nooit gezeten in deze stoel. Nee. Nou, veel succes. Nu mag je nog nee zeggen, inderdaad. Het is heel moeilijk. Iedereen vindt dit moeilijk. 90 seconden, geen ja, nee, geen stiltes en de tijd loopt nu. Wat zeg je als men vraagt naar jouw beroep? Wat denk je zelf?
Rapper, verhalenverteller, ben je dichter, ben je schrijver, ben je... Wat ben je? Acteur? Maar je moet toch iets zeggen bij de douane? Ze dat vragen. Wat vul je in op een formuliertje? Wat zou Mark Rutte invullen? Een premier, denk ik. Geen idee. Dat is een gek antwoord. Wat is je beroep? Wat doe je het liefst van alle dingen die je doet? Wat is de hoofdstad van Uruguay? Hele aparte techniek heeft hij, hoor, moet ik wel zeggen. Hele aparte techniek. Jouw ouders zijn Ghanees. En spreek je dat een beetje? Zo af en toe. Af en toe. En hoe heet die taal? Heet dat Ghanees of is het een speciaal... Twi. Twi? Twi. Twi. T-W-I. T-W-I. Kan je een klein zinnetje in het twi, twi zeggen? Uiteraard. Ja, doe dan. Je femme ook weer zien hoe zo ansa. Met vier Amsterdam, met vier Ghana, zo zo. Ik hoor geen geen ja, geen nee, hè? Nee. Je hebt ook een rol in de film van Halina Rijn gekregen. Wat speel je in die film van Halina? Carice van Houten zit er ook in, toch? Is dat zo? Toch? Dacht ik wel. Maar wat speel jij? Wat is de rol? Ik zou het even na moeten vragen. Ja? Ik speel een gek. Een gek. En hoe lang is dat rolletje? Is het een paar zinnen of heb je echt scènes? Dat zou je moeten zien. Oké, en wanneer komt die uit dan? Moet je aan Carice of Halina vragen. Ben je getrouwd? Heb je een relatie? Goed hoor. Yes. Ja. Niet te doen. Kijk, huppakee. Hele aparte techniek, ja, hè? Apart, hè? Heel apart. Er was geen grip op te krijgen. Nee. Yes, baby. De volgende twee punten zijn meteen alweer te verdienen. En wel met het raden van een liedje. Dus doe de handen bij de knoppen, spits de oren. Want ik wil zowel de artiest als de titel horen. Ga je gang, Ronald. En dat is Guus. Anouk, but are you kidding me? Ja. Weer liedjes raden. Twee om precies te zijn. En die twee heeft de band kunstig door elkaar heen gehusseld. Het is dus de tekst van de ene hit met de muziek van de andere. En als je van beide songs de titel en artiest weet te noemen, dan pak je maar liefst 4 punten voor je team. Maar luister eerst tot de band het helemaal uitgespeeld heeft. Veel succes. My face above the water, my feet can't touch. The ground touched the ground. Mr. Props Wave. En die andere was Bluff. Zoute Landen van Bluff. Ja, leuk! 4 punten erbij, uitstekend. En we gaan die van Mr. Props even zingen. Slowly drifting away, drifting away. Wave after wave, wave after wave. Slowly drifting away, drifting away. And it feels like I'm drowning. Pulling against the stream, pulling against the stream. Dank jullie wel. Ga even naar de tussenstand kijken. Want ja, het gaat wel om een kruimelzuiger. Ik wou net. Het team van Guus heeft 4 punten gescoord in totaal. Zo. En het team van Jeroen aan de leiding met 9 punten. Yeah.
niks aan de hand, hè? Niks aan de hand. Niks aan het handje. Nu stoppen. Ja. Als we nu gaan, stoppen, rond. We gaan checken hoe het gesteld is met jullie taalvaardigheid. Jullie gaan spellen om en om één letter. En die stress is pas over na 90 seconden. Elk goed gespeld woord levert een punt op. En bij een fout krijgen jullie van mij meteen een nieuw woord. En beginnen we altijd weer bij de captain. Bij de captain. Guus, ben je er klaar voor? Begin met een N. Ja. Zijn jullie goed in spellen? Jurgen, ben je goed in spellen? Nee. Nee. Ik Leo? Ben dyslectisch als de neter. Dus het wordt wat. Dat wordt leuk. Dan beginnen Leo? We daar. Ben jij goed in spellen? Soms wel, ja. Ja? Zo nu en dan. Met makkelijke woorden. Ja. Bla. En Femke, jij? Ja, redelijk. Oké, nou, we gaan het zien. Komt-ie. De tijd loopt. Balustrade. B. A. L. U. S. T. T, zei ze. Nu ben jij. R. Ja. A. D. Ja, die was goed. Ja, was goed. Ja, was goed. Ja, ja, hé, ja. Oké, de volgende. Ontiegelijk. Ontiegelijk. O. T. Nee, E. O. Jammer. Shit. Okay. Polshoogte. P. O. L. Nee, het is polshoogte, niet polshoogte. Wat? We gaan door. Hyena. H. I. Nee, Griekse ei. Griekse ei. Basilicum. B. A. Ja. S. I. L. Ja. I. Ja. C. Ja. U. M. Is goed. Fervent. F. Ja. E. Ja. R. V. Ja. E. N. T. Correct. Die T deed het hem. Gejuicht. G. E. J. Ja. U. Ja. I. G. Nee, C. C. Ja, C-H. Wanneer? Dreumussen. D. R. U. Nee. E. Ja, E en dan ja, de U. E. Ja, eerst de E en dan de U. Ja. Op C. Ik zeg U. Op C. Oh, de tijd is om. Eerst de E en dan de U. Ja. Drie punten voor het team van Guus. Wat zei ze? Het liep nog niet heel lekker. Jullie waren nog niet heel lekker op elkaar ingespeeld. Nee. Wij komen er wel in. Komen zo. Zij moeten het nog maar zien te verbeteren. Dat is wel waar. Het team van Jeroen heeft ook 90 seconden op de teller. Yes. Veel succes. De tijd loopt. Jaloezie. Jaloezie. J. A. L. O. E. Z. I. E. Correct. Nervositeit. Nervositeit. M. E. R. V. O. S. I. T. E. I. T. Correct. Gedoucht. Gedoucht. G. E. D. O. U. C. H. Ik zeg T. Ja, dat is goed, Betty. Oh. Ja. Hanekam. Sorry. Hanekam. 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 H. A. N. E. N. Ja. K. A. M. Ja. Hele bevalling. Ballorig. Sorry, die heb ik niet. Ballorig. 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 B. A. L. Ja, nou krijgen we hem, hè. O. R. Ballorig. E. I. G. Goed. Havikken. Havikken. H. A. P. I. K. E. N. Dat is goed. Meteen ja. Verraderlijk. Verraderlijk. V. E. R. R. A. D. E. Oh. Oh. Hey. Oh. Ja, goed. Echt goed. Van alles hadden we, hè? Sterk staaltje teamspellen. Maar het was een soort nieuwe techniek dat jij dat woord dan even herhaalde. Oh, hoorden jullie dat? Ik dacht dat ik het in mijn hoofd deed. Goed.
Gedoucht. De volgende ronde is het zogenaamde beeldrijmen. Jullie zien zo dadelijk foto's van bekende Nederlanders. En dan is het aan jullie om met de naam van die bekende Nederlander op grond van die foto een rijmpje in elkaar te flansen. We doen even een heel simpel voorbeeldvraagje. Dit bijvoorbeeld, dan zeg jij meteen, Jeroen. Linda de Mol zit met haar knar in de zon. Nee, dat rijmt niet. In de sol. Onder de parasol. Parasol. Of aan de Costa del Sol, maar het moet natuurlijk rijmen. Dat is het idee. En als je die twee woorden goed hebt, dan reken ik het sowieso goed. Dus daar gaan we. Jeroen en Guus. Ja. Ik treur. Vetje van Huet doet eindelijk weer eens aan ballet. Ja. Heel goed. Ja, tof. Ik vraag af. Thomas en Femke, de volgende is voor jullie. Oh. Thomas. Jan Smit heeft een lelijk gebit. Ja! Goed. Oh, echt letterlijk. Echt, ja. Leo neemt het op tegen Aquasi bij de volgende. Leo. Ik ben niet... Nu zeggen... Jeroen van de Boom. Ja? Ja? Staat onder stroom. Ja! Ja! Heel goed. Ja. Hij moest wel goed kijken. Ja, precies. Hij denkt, ik druk gewoon. Ja, en toepas kijken. Nou ja, zo lekker gaan ze niet, dus ik snap het wel. Ja, ik begrijp het. Patty en Jurgen, deze is voor jullie. Weer? Geen idee wie dit is. Sylvie Meijs is dat. Godsamme. Jurgen. Sylvie Meijs volgt speciaal onderwijs. Ja. Het was officieel zit in het onderwijs, maar ik vind speciaal onderwijs. Eigenlijk van onderwijs. Het moet dan kloppen, hè? Ja. De volgende is weer voor Jeroen en voor Guus. Kijken wie hem het snelste ziet. Jeroen. Wim Kieft is verliefd. Ja hoor, heel goed. Ik ben hier een keer te laat. Dat ik hem herken is al een wonder. Ja. Femke en Thomas, komt-ie. Thomas. Edcilia Rombly is een zombie. Ja, inderdaad. We gaan naar Aquasi en Leo. Kom op, jullie Leo. Laatste. Oh no. Oké. Eerst kijken. Kijk dan. Ja, Aquasi was eerst. Zeg het maar. Caries van Houten. Caries. Ja. Caries ja? van Houten met een kippenbout. Nee, dat duurde te lang. Dat duurde te lang. Mag ik het zeggen? Jij mag het zeggen. Caries van Houten. Is het barbecue kippenbouten? Ja, mooi. Dat liep ook lekker. Ja, nee, maar ik moet streng zijn. Het duurde te lang. Het punt gaat naar het team van Guus. Als je dan de kans krijgt en zegt: Caries van Houten grilt kippenpoten. Ja. Daar hoop ik op. Maar... Drumsticks. Ja, precies. Okay. Patty en Jurgen, voor jullie de allerlaatste. Alles klaar. Ja. Jurgen. Alex Klaassen, vier paard. Ja, uitstekend. Ja. Heel goed. Laatste punt gaat naar het team van Guus. En we gaan meteen door met een hele grote hit van Nederlandse bodem. Twee punten krijg je als je de artitel en de tiest weet te noemen. Jezus. Artitel. Artitel en de tiest. Goeie dichtbundel. Artitel en de tiest. Ik weet het zelf volgens mij. In ieder geval de artitel. Nee, niet. Oh. Goed. Ik bel even naar huis, dat we later komen. Ja. Hebben mensen oppas? Niet. Goed. Ja, maar het staat er ook echt. Ja. We zijn er klaar mee. We gaan meteen door met een grote hit van Nederlandse bodem. Twee punten krijg je als je de artitel en... Ja, het staat er. Ja. Ja, oh, God. Goed. We gaan meteen door met een grote hit van Nederlandse bodem. Twee punten krijg je als je de titel en de artiest weet te noemen. Handen bij de knoppen. Daar gaat ie. Oh, fuck. Patty. Total Touch met Touch Me. Nee, Kiss Me Here. Het heet Touch Me There. Ja, maar ja. Punten ja. gaan naar Guus. Sorry. Yes. Sorry, Pet. Touch me here, baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever. I like the way
te streng moet zijn. Maar ja, de titel moet kloppen. Het kan je lekker dansen, Jurgen. Dank je wel. Ja, wat leuk hoe jij duidde. Touch me hair. Ja. Goed, we gaan even naar de tussenstand kijken. Want we zijn een klein beetje naar elkaar toegekomen. Toch. Guus heeft inmiddels 13 punten met zijn team. En Jeroen heeft er 19. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Ja, hier bij SBS6 laten we geen kans onbenut om een gezellig feestje te vieren. Jurgen, van harte gefeliciteerd. We zijn een beetje laat. Je was een maand geleden, was je al jarig. 53 geworden? Ja, klopt. Wat heb je gedaan op je verjaardag? Op mijn verjaardag heb ik een lunch met vrienden gedaan in Fleur de Marie. Dat is een heel mooi klein restaurantje op Curaçao. Op Curaçao heb je het gevierd? Ja, daar heb ik minder vrienden, dus... Je moet een beetje het geld blijven denken. Die prachtig versierde doos met die strik op je schoot bevat een bom... met een tijdontsteking. En vandaag spat hij met een grote knal uit elkaar... na 5 minuten en 1 seconde. Zo. Gedurende die tijd stel ik allerlei vragen... en bij een goed antwoord mag je die bom doorgeven... aan je buurman of je buurvrouw. En weet je het niet, dan blijf je ermee zitten. En het team bij wie de bom ontploft, verliest de opgebouwde score. Maar verder is het vooral heel gezellig. Ja. Ja, en moet je niet vergeten te genieten. Ja. Het is leuk. Hoe vaak zitten we nou met z'n allen in zo'n kring? Nou, best vaak. Wij wel, ja. Oké, 5 minuten en 1 seconde en ze lopen nu. In welke maand vieren wij Moederdag? Mei. Dat is goed. Patty. Welke nieuwe naam kreeg de Amsterdam Arena vorig jaar? Johan Cruijff. Ja, is goed. Leo. Ja. Welke voornaam delen actrice Van de Weijden-fan en radio-dj Koreman? Eva? Ja, dat is goed. Ja, Aquasi is aan de beurt. Ja. Kijk even naar de foto en vertel mij, hoe heet deze groente? Een prei? Nee, bleekselderij is het. Bleekselderij. Noem 2 gemeenten in Noord-Brabant die beginnen met de letter B. Bokstel? Ja. En... even kijken. Bokstel en nog... Denk rustig na. Ja, ontspan. Nou, ook weer niet te lang. Bijnthoven. Breda. Breda, ja, is goed. Hartstikke goed. Welke Nederlandse zanger is onlosmakelijk verbonden met de term trollenleger? Trollenleger? Een trollenleger, ja. Maar, of maak de zin af, hier heb ik een broertje. Ja, laat maar. Dood dan. Een broertje dood aan. Ja, nee, ik mag het niet goed rekenen. Het RIVM is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en de M van... Je weet het niet, moet je pas zeggen. Hoeveel longen heeft een mens normaal gesproken... Ja, 2 toch? Ja, 2. Ja, is goed. Thomas, hoe noem je een bloemstukje dat ter hoogte van de borst op de kleding wordt gedragen bij plechtige gebeurtenissen? Korset. Nee! Bijna. We begonnen met hetzelfde. Ja. Corsage. Ja. Welke acteur speelt de rol van regisseur de Kok in de film Baantje het begin die in april dit jaar verscheen? Ja, dat was... Goeie film. Ja, ik heb hem niet gezien, maar was het Thijs Reumer? Nee, dat was Waldemar Torenstra. Ja. Goed, dit kan je. Zeg 3 keer achter elkaar, de slome slak eet slappe sla. 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 Yes, je bent er vanaf. Ja. Welke Spaanse hertog was landvoogd van de Nederlanden toen de 80-jarige oorlog begon? Alva. Heel goed, Guus. Heel goed. Ja, Floor is een bril. Toch? Jeroen, kijk even naar deze foto en vertel mij, wat moet je doen als je deze verkeersregelaar nadert? Ja, stoppen. Ja, natuurlijk. Terug goed. Oké, Jurgen, welk land komt voor in de eerste regel van het regent zonnestralen van Agda en de Munnik? Pas. Frankrijk. Noem 1 van de 3 politieke partijen die uitsluitend mannen in hun Tweede Kamerfractie hebben zitten. De SGP. Ja, dat is goed. Forum voor Democratie en Denk waren ook goed geweest. Van welke kinderboekenreeks is een Rotterdamse editie uitgegeven met de titel Opa en Opoe Pluis op zijn rotje knors?
Pas. Nijntje, met behulp van welk schoeisel wordt traditioneel bij sluizen en bruggen tolheffing? Klompen. Ja, dat is goed. Heel goed. Leo, ja. Wat begint eerder in een kalenderjaar? Het haringseizoen of het aspergeseizoen? Het aspergeseizoen natuurlijk. Ja, dat is goed. Ja. Ja. Aquasi, kijk even naar de foto en vertel mij van welke goochelaar is dit onmiskenbaar de zoon? Hans-Cazan. Ja, heel goed. Oh, die hel. Wat is zowel in een dorp in Twente, Femke, als een toets op een toetsenbord? Pas. Enter. Ja, en, ja. Hoe heet het populaire YouTube-kanaal van Giel de Winter, Stefan... De TV. Ja, dat is goed. Ah, wat voor soort fruit zit er spreekwoordelijk op de taart als een bekroning op je werk? Kers. Ja, Guus. Noem een van de twee Nederlandse voetballers die in juni met Liverpool de Champions League wonnen. Van Dijk. Ja, Virgil van Dijk. Is goed. Oké, okay, kijk naar de foto. Hoe noemen we dit gereedschap, Jeroen? Dat is een maat. Nee, een duimstok. Hey, oh, oh, mijn god. Welke Nederlandse formatie is bekend van de hits Wat gebeurt er sterrenstof? De jeugdvertegenwoordiger. Ja, dat is... Nee! De afkorting KLM staat voor Koninklijke... Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. Ja, dat is goed. De naam van welk kledingstuk gebruiken Volendammers Patty voor mensen van buiten het dorp? Regenjas. Nee, een jas. Een jas. Nou, van welke beer bedacht door Maarten Toner? Ah! Oh! Ja! Olly B. Bommel! Olly B. Bommel! Jammer, Pinky! Jammer, je noemt het Volendammer geen regenjas. De mensen die buiten het dorp wonen, die noem je een jas. Ja, is heel erg en niet een regenjas. Ik kon het niet goed rekenen. Nee, het is heel erg geschrokken. Goed. Jammer. Ja, ja, het is geschrokken, Leo. Ja. Ga eens even zitten. Oh, je zit natuurlijk. Ja. Dat betekent dat het team van Guus de punten krijgt. Dank en dat zijn er maar liefst 9. Wow! Ik heb weer zoveel geleerd. Ik bedoel, een bloem op je revers, dat heet een corset. Ja. En iemand die niet in Volendam woont, een regenjas. Ik vond het echt heerlijk. Maar we gaan even kijken wat dit betekent voor de tussenstand. Want er is een hoop veranderd. Het team van Jeroen heeft 19 punten nu. En Guus aan de leiding met 22 punten. Ja. Het is tijd voor muziek. En het volgende liedje... Dat we gaan raden, dat doen we via een anagram van een songtitel. En als je de titel bij elkaar weet te puzzelen, dan druk je niet meteen. Want je mag pas drukken als je ook de artiest weet die bij dat liedje hoort. Artiest? Artiest, ja. Okay. 2 punten voor een goed antwoord. En hier komt het anagram. Snoeiharde emmertjes. Wel grappig. Nou. Dit is een Nederlandse titel. Snoeiharde emmertjes. Snoeiharde emmertjes. Kan al heel, heel leuk kinderliedje zijn, eigenlijk. En Guus heeft het gezien. Meisjes met rode haren van Arne Jansen. Ja hoor. Ik ben erbij. Meisjes met rode haren. Die kunnen kussen. Dat is niet die nu komt, vallen heel veel punten te verdienen. De Hollandse rijtjes, we hebben er weer 2 samengesteld. De teams bieden tegen elkaar op en het team met het hoogste bod speelt de vraag. Als ze het rijtje niet in een minuut redden, dan gaan de punten naar de overkant. En als je nou aan de beurt bent en je weet het niet, roep dan duidelijk pas. Want dan is je buurman of je buurvrouw aan de beurt. Oké. Het eerste rijtje gaat naar het team van Jeroen. Ja. Welke 20 winkelformules
hadden in 2018 de meeste vestigingen in Nederland? Winkelformules? Formules, waar dus heel veel winkels van zijn. Ja. Bekende ketens. Ja. Ja? Hoeveel van de 20 weet je? Kunnen we mee beginnen? Albert Heijn, Jumbo, Kruidvat. Kijk, ja, wat... Zij moeten daar inzetten. Trekpleister, dat soort dingen. Maar ik FK Jumbo, Albert Heijn, Plus... wat heb je nog meer? Aldi, Lidl... Goed. Jeroen, ik wil het weten. Acht. Sorry. Acht. Ja. Guus, hij zegt acht. Weet, ja, dan, jij, er, weet dan, jij er negen? Dat durven we dan toch wel aan. Maar ja? het is lastiger dan dat je... Ja, zeker. Jullie hebben 1 minuut tijd. Guus begint. Wacht even tot ik je steeds de beurt geef. En heel veel sterkte. Daar gaan we. De inzet is 9 en de tijd loopt nu. Jumbo. Is goed. Albert Heijn. Albert Heijn is goed. Rituals. Nee. Gallegal. Gallegal is goed. Ja. Albert, de Plus bedoel ik. De Plus, ja, is goed. Hema. Hema is goed. Co-op. Co-op is goed. Zeeman. Zeeman is goed. Blokker. Blokker is goed. Nog 1. Bakkerbart. Jij, Leo? Intertoys. Intertoys. We zijn er al, jongens. Nou ja. Sterk gespeeld. Echt sterk. Knap, Guus. Ja. Ik voel dat de teamspirit er een beetje in komt bij jullie, hè? Ja. Ja. Uitstekend. We laten zien. Het is als Brabant, hè? Wat zei je? Ik zei, gooi gallegal in de mix en we zijn erbij. Ja, dat hoor. En wat wou jij zeggen? Nou, wij zijn Brabant. Wij komen wat langzaam op gang. Ja, maar als jullie eenmaal gaan... Maar dan. Is het een dampende trein. Action was ook goed geweest. Aldi, Bruna, DA, Ethos. Een heleboel van die brillenwinkels. I Wish, Hans Anders, Pearl, Kruidvat, Lidl en Primera. Dat waren de andere antwoorden. En we gaan naar het tweede rijtje. En dat ga ik in eerste instantie aan Guus voorleggen. Ja. 17. Wij vroegen aan een groot aantal Nederlanders... waar denk je aan bij de naam Lil Kleine? En wij hebben de 20 meest voorkomende begrippen in een lijstje gesteld. Of namen, of begrippen. Wat zeiden de mensen toen? Wow. Geld. Drank, drugs. Range. Ja, nee, wacht. Kijk, waar hadden we meer? Horloges. Rappen. Monica Geuze. Hoe heet ze ook weer? Vaas. Monica Vaas. Dat is niet zo vriendin, toch? Oké, de bedenktijd is voorbij. En ik wil van Guus graag horen hoeveel jullie in gaan zetten. 10. 10? Hallo. 11. Weten jullie er 11? 11. Echt? Ja. Wauw. Geen idee, hoor. Maar... Nou ja, ja. Ik vind het leukste als jij dit doet. Echt? Dat vind ik... Dus als wij 100 hadden gezegd, 101. Ik vind het heel dapper, 11. Ja. Oké, daar gaan we. 1 minuut de tijd om de beurt antwoorden. Wat hier staat is de waarheid. Daar gaat hij. Jeroen. Rapper. Ja. Nee. Ja. The Voice. The Voice of Holland. Is goed. Topnotch. Wat zei je? Topnotch? Nee, nee. Okay. Platenmaatschappij. Drank en drugs. Ja, drank en drugs. Vader? Hij is vader geworden, ja. Monica Geuze? Monica Geuze is goed. Ronnie Flex? Ronnie Flex is goed. Oh, hard. Wat zei hij nou ook? Een meneertje tegen die zit. Nee, dat zei hij niet, maar je bent... Burgemeester. Ja. Jeroen? Ziggo Dome? Nee. Nee. Klein? Klein, ja, natuurlijk. Noem wel wat hits. Krantenwijk. Ja, Krantenwijk. Ja, Betty. Burgemeestertje. Nee, dat zei hij ook. Is het Pet warm? Rolex. Nee. Ook niet. Bas. Raar. Bas. Aquasi. Eigenwijs, brutaal. Nee. Bij de hand. Betty. Geld, bankbiljetten. Nee, ook niet. Jeroen. Rijk. Ook niet. Bas. Thomas. Aquasi, kom op. Je moet je wel opzetten nu. Denk ruimer. Nee, Aquasi. Rapper. Oh, jongens. Wat moet je? Pietertje. Wat is de rest? Nee, Patty was echt goed bezig met dat burgemeestertje, mannetje, dingetje. Hij noemde de burgemeester van Hilversum een beetje kleinerend Pietertje. En de andere antwoorden waren Amsterdam, bier, douche, champagne. Hij spuit altijd met champagne. Expeditie Robinson, Jamie, zijn vrouw. Jorik Scholt is zijn echte naam. Kledinglijn. Hij heeft een eigen kroeg, loterij, zijn hits. Hij heeft een patatzaak.
Passergedrag is een hit en Pietertje, dat waren de antwoorden. Ik vind nog steeds dat het heel goed hebben gedaan. De punten gaan naar het team van Guus. Ja. En dat moet veel teweeg brengen in de tussenstand. Absoluut. Het team van Jeroen nog steeds 19 punten en Guus een verpletterende 44 punten. Het muzikale hoogstandje staat alweer op de lessenaar bij de jongens en meisjes van de I Love Holland Band. 2 punten voor de correcte titel en artiest. Dus de handen bij de knoppen. Daar komt hij. Ja. Guus is niet te doen vandaag. Nou, ik weet niet wat je, ik weet niet wat je gegeten hebt, maar het is ongelooflijk. Hetzelfde als ik. Ja. Ik zat naast hem. Nou ja, je moet het nu zeggen. Sexy als ik dans, van Niels. Ja, 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 het is goed. Yes. Yeah. Zeg, weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Sexy als ik dans. Hey, 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 hey. Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh. Als ik dans. Goed hoor. Ik zat me net te bedenken dat het heel lang geleden is dat ik me sexy voelde als ik danste. Jaren, jaren geleden. Een heel oud liedje. Ja, precies. Het is een oud nummer, ja. Ja, het is een verpletterend verschil, jongens, in de score. Alles kan nog, Linda. Precies. De kruimelzuigers zijn nog niet verloren. Het team van Jeroen heeft 19 punten. Oh, en nog steeds. Guus heeft er 52. Oh. Ik wil niks zeggen. Ik wil nog steeds niks zeggen. Het geeft niet, Thomas. Echt niet. Nee, nou, en met deze stand gaan we met z'n allen naar de grote finale. Ja, op de tribunes. Daar zie je de adrenaline-levels omhoog schieten. En dat is natuurlijk ook niet zo raar. Want als je straks in het winnende vak zit, dan ga je naar huis met een kruimelzuiger. Echt, dat blijft je de rest van je leven bij. En dat weet jij, dat zo is. Ander. Want jij wist het nog precies. De finale wordt gespeeld via het hoger-lager principe. En een draai aan het rad bepaalt hoeveel punten er bij de score wordt opgeteld. Let ook op de mazzelpunt, hè. Dat is die daar naast de 12 zit. Als die gedraaid wordt, levert dat niet alleen 8 punten op, maar ook een taart voor iedereen in het bijbehorende vak. Een hele lekkere. Oh, lekker, taart. Een I Love Holland taart. Een hele grote taart. Guus, jouw possie staat er op dit moment het allerbeste voor. Dus jullie mogen beginnen. De eerste vraag gaat naar jullie. Hoeveel euro kost een dagkaart voor de hoofdtribune tijdens de aankomende Formule 1 race in Zandvoort? 270 euro. Ja. Ja? Nee, meer. 330. Wat kost een dagkaart voor de hoofdtribune? En het is zoiets. Tijdens de aankomende Formule 1 race in Zandvoort. 300 nog iets. Hoofdtribune, hè? Ja, hoofdtribune. Ho, ho. Niet zomaar een tribune. Nee, natuurlijk niet. Ik heb een keer op de schoudertribune gezeten. Dat was niks. Ja, dat is bij elkaar. Oké, okay, Guus. 330 euro. 330 euro. Ha! Wij weten het exact. Ja? Ja? Ja. Hoeveel dan? 512. Maar van wie heb je deze wijsheid? Ik heb zelf een tijdje in de organisatie gezeten. Ja. Goed. Guus zegt 330. Wij Jeroen meer. Zegt 512, ja. Maar in elk geval meer. Het goede antwoord is... Maar dan heb je ook wel het beste zicht, hè? Op die, ja, tuurlijk, hallo. Ja, de hoofdtribune. De goedkoopste kaart is 140 euro. En die op de hoofdtribune kost 448 euro. Oh, en dan draaien. Ja, ja. Daar gaat hij. Ik heb ervan genoten. Scheelde nou, bijna het, taart en bijna 50. Ja. Bijna allemaal een taart en 8 punten. En ook bijna de 50 punten, maar het werden er 4. Bijna 25 en een halve taart. Ja. En dat, ja, dat scheelt niet zo heel veel in de stand. Het is nu 23 voor Jeroen en 52 voor Guus. Woehoe. Er moet nog even gedraaid worden. Ja.
De tweede vraag gaat naar het team van Jeroen. Klopt. Hoeveel dagen per jaar verzuimt de gemiddelde Nederlander van zijn werk? Tot op één cijfer achter de komma. Dus niet vakantiedagen. Hoeveel dagen van het jaar verzuimt. Dat hij gewoon zegt, oh, ben je ziek? Ja. Of helemaal niet ziek lekker. Is. Precies. Ja. Dat soort dagen, ja. Gemiddeld. Ik denk... Als je een goede griep hebt... Ja, als je een goede griep hebt, ben je een week weg. Ja, nee, 14 dagen. En een keer met de kinderen... 15? 15? Oké, okay, Jeroen? 14,1. Nee, 15,1. Ja. Ja. Hi. Sorry, dat waren zoveel impulsen. Ja. 15,1. Hot dom. 15,1. Wij hadden precies hetzelfde. Nee. Nee. Ja, echt waar. Oh, 0,1. Wij werken te lang met elkaar. Ja, we hadden zelfs die 0,1. Ja, hè? Ja, zeg. Dus dan ga ik nog even... Doe mij 0,2. Ja, ja. Hoger dus, 1,2 doen wij. Lager. Hoeveel? Ja, iets meer dus. Meer, iets meer. Jeroen zegt 15,1. Guus zegt meer. De fans zijn het er helemaal niet mee eens. Nee. Nee. Wel? Oh. Ik moet er even eerlijk bij zeggen dat vrouwen gemiddeld wat meer verzuimen dan mannen. Ja, maar daar gaat het niet nee, op, Linda. Dat komt omdat ze voor kinderen moeten zorgen. Daarom? Omdat er dan een kind ziek is, weet waarom je waarom hebben we ruzie om niks? Ja. Maar gemiddeld valt het wel mee. 7,6 ja! dagen. Yes! 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 We hebben het nodig. Ik wil het nodig. Raar, nodig. Raar. 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 Kom! Wij willen die taart! Ja! Nou, je zat er heel dichtbij met die taart. Ja, ja. Maar 12 ik kon hem punten is ook wel lekker. 12 punten lijkt me ook niet verkeerd in jullie situatie. Team Jeroen nu 35 punten, maar nog steeds aan de leiding. Guus met 52 punten. Een verschil van 17 punten. En voor de laatste vraag worden de 100 punten en de alles kwijt erbij gehangen. Oh. En... Moet je voorstellen, je alles... Oh, we staan helemaal achter, maakt helemaal niet uit. We gaan naar de laatste vraag, jongens. Voor de smokkel... Ik ga het aan jou vragen, Guus. Voor de smokkel van hoeveel kilo cocaïne... is Frank Masmeijer veroordeeld tot 9 jaar cel? Hoeveel kilo cocaïne? 400 kilo was het. Ja, ik koos er maar. 400 kilo was het. Of 333 kilo. Wie heeft het gelezen? Wie weet het? 8? Iemand? Iemand een idee? Iemand? 50 of meer? Nee, maar hij had toch zeecontainers vol? 150? Zoveel? 44 iets, hè? Ja, het was best wel veel. Het was echt 40 kilo. Guus! Ik voel een 4 ergens. Ja. En dan weet ik niet hoeveel nul ik erachter moet zetten. Ik zou beginnen met eentje. Ja, beginnen met 40 kilo. 40 kilo kook. Ja. Ja. 40 kilo is al een flink pakketje, hoor. Ja, maar wij zaten namelijk in ons hoofd al bij 50. Ja. Nee, joh, veel meer! Maar 9 jaar gekregen. Dat 9 jaar? Dat weet ja, maar 40 kilo coke, Betty. Ja, en het is België, hè? Maar we leven wel in het is ook in nog België. Europa, hè? In België, hè? In België is 40 kilo echt wel heel veel. 44 kilo, ja? Hè? Ja. Weegt dat anders daar? Hier krijg je voor 40 kilo krijg je een taakstraf. 3 dagen en dan met de televisie en alles. Moet je 2 dagen papier prikken, wel bij van de hand. Beter bed, lekker wijf erbij. Ja, toch denk ik meer, hoor. Meer? Ja. Meer dan 40 kilo. EER. Als het meer is dan 40 kilo, moet je meer dan 17 punten bij elkaar draaien. Hallo. Om dan met een kruimelzuiger naar huis te gaan. Als het minder is dan 40 kilo... Draai ik wel al. Dan mag Guus draaien. Ja. Zo is het ook. Zo ben jij ook. Zo is het ook wel weer eens een keer. Zo ik ook, ja. Waarom is het eigenlijk geen kruimeldief meer? Is het, dat, mag dat is een ander merk, Guus. Oh. Hoe heet dit dan? Hé, hey, hallo. Oh, dat is een kruimelzuiger. Dat moet je toch kruimelzuiger? Een kruimel. Ik ben er gek op. Ja. Ik ben er dol op. Je vindt het zo handig dat je zo met zo'n kleine... Ja, ik zag je binnenkomen al. Hey, ik deed het vroeger wel. Er zaten mensen nog te eten. Dan was ik al met mijn kruimelzuiger de stokbroodkruimels. Zo geest eruit. Wat is het antwoord, Linda? Oh. Er was zelfs iemand die stelde voor... om voor mij een holster te maken... dat ik hem zo kon trekken. Ja. Dan heb je nou die hele sterke, of niet, thuis? Maar goed. Spel is holst. Het antwoord begint met een 4. Dat dacht ik.
Maar het is 400 zeker. 467 kilo! Foto's maar naar SBS. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. En morgen bij Miljuria. Dag. Tijd, de hoogste tijd. U wordt bedankt voor weer een avond gezelligheid. Dag mevrouw. En dag meneer. U komt hier toch weer. Het is tijd, de hoogste tijd.